الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا، يا حبيبنا يا طبيبنا، يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. الله يحفظ احترام ہمارے حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز صاحب، مہمان خصوصی الحاج محمد یوسف میمن صاحب، اور تمامی حضرات، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نہت لوف پرائزن فن اللہ سبحانہ وتعالی، دا سخپر در ویرلدن، دا کوننگ در ویرلدن، دا کوننگ فن در دخ دس اوردل، اللہ دا المختخ en na het sturen van vrede en zegeningen op de eerste der profeten, de laatste der profeten, de zegel der profeten, de profeet der profeten, de leider der profeten, de beste der profeten, de mooiste der profeten, de machtigste der profeten, beste creatie van Allah subhanahu wa ta'ala, de mooiste creatie van Allah subhanahu wa ta'ala, de koelte van onze ogen, de inspirator van onze zielen, het doel van ons leven, namelijk onze geliefde profeet Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, zijn we vandaag bijeen in een mahfil an-naad bijeenkomst in de maand Rabiul Awwal. MashaAllah, we hebben zoveel mahafil an-naad, maar een mahfil an-naad in de maand Rabiul Awwal, dat is anders. Dat is anders. Waarom is het anders? Omdat dit de maand is dat onze geliefde profeet Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam op de wereld is gekomen. Hij is op de wereld gekomen in deze maand. Subhanallah. Alhamdulillah. Aaj hamare darmiyan Al-Haj Mohammed Yusuf Memon sahib bhi tashreef laaye hue hain. Waise main Dutch mein khitab karne wala hoon, mukhtasar. Magar aaj ye mauka mila hai Al-Haj ke samne چند کلمات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود اپنے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جب نعت شریف پڑھنا شروع کیا ہے تو انہی کی وجہ سے کیا ہے. میرے والد صاحب جب پاکستان میں کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے درس نظامی، تو میں تو تھا اس وقت ایک سال کا، اور پانچ سال تک ہم کراچی میں رہے پاکستان میں فردوس کالونی میں ہم رہے. تو وہاں پہ اب وہیں پہ تو پانچ سال وہاں پہ گزارا، تو ہمارے گھر پہ جو ہے جو کیسٹ لگتی تھی، وہ کیسٹ جو لگتی تھی وہ الحاج محمد یوسف میمن صاحب کی تھی. اور کیونکہ الحاج محمد یوسف میمن صاحب نے ہمارے پیر و مرشد حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کچھ کلام بھی پڑھے ہیں اپنے جوانی میں، کملی والے کا نظام، قائدین اہل سنت کو سلام وغیرہ، اور سرکار کا روزہ نورانی. تو یہ میں چھوٹے سے سنتا آتا ہوں، پھر جب ہولینڈ واپس آیا تو یہی کلام میں پڑھتا رہا، اور یہیں سے میرا جو ہے جو نعت خوانی کا سلسلہ میرا شروع ہوا. الحمدللہ آج سامنے بھی ہے، اور یہ موقع ملا کہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب میں نے نعت شروع کیا تو انہی کے کلام سے شروع کیا ہے. سبحان اللہ. اور آج اللہ کا کرم ہے، نعت پڑھتے پڑھتے اللہ رب العالمین نے علم سے بھی نواز دیا ہے. ابھی تو طالب علم ہوں، انشاءاللہ دعا کا طلبگار ہوں. آپ تمام حضرات میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین اور علم سے نوازے. دی آیت کریمہ دی ایک ہے فور خلیزن دی ایک ہے مو خریس تیرن دار ان زخت اللہ سبحانہ وتعالی وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ان هيله بكند ايت ايدر ان كان ديز ايت
Iedereen kent deze ayat. En wat betekent deze ayat? Wat is de vertaling hiervan? Dat kennen jullie ook. Jaar in jaar uit vieren wij Eid Miladun Nabi. Jaar in jaar uit. Of niet? Iedereen viert toch jaar in jaar uit Eid Miladun Nabi? We hebben toch geen andere secten hier? Die hebben wij hier niet toch? Want die komen niet naar Mahafilinaat. Jaar in jaar uit vieren wij Eid Miladun Nabi. Jaar in jaar uit horen wij. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wat betekent dit? Allah subhanahu wa ta'ala zegt. O geliefde profeet. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wij hebben u niet gestuurd. Maar als de genade voor de werelden. Onze profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is gestuurd. Als rahma. Als genade voor de werelden. Niet alleen voor de aarde. Niet alleen genade voor de mensheid. Maar voor de werelden. En waaruit is dit bewezen? Het woord rahmatul lil alamin. Op het einde komt al alamin. Hoe kunnen wij dit begrijpen? Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-Fatiha vers nummer 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wat betekent alhamdulillahi rabbil alamin? Alle lof van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij die de Rab is. Hij die de onderhouder is. Van wat? Al alamin. Wij geloven erin. Dat Allah subhanahu wa ta'ala de Rab is, de schepper is van alles. Hij is de schepper van alles. En waar Allah subhanahu wa ta'ala de schepper van is, daar is onze geliefde profeet Muhammad Rasulullah rahmat voor. En het is niet beperkt tot de mensheid. Het is niet beperkt tot de wereld alleen, tot deze aarde. Nee, al-alamin. Al-alamin, alles waar Allah subhanahu wa ta'ala de Rab van is. Voor dat alles is onze profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam genade voor. Rahmat voor. En wat wordt er bedoeld met rahma? Als iemand genade is, wat doet hij dan? Wat doet hij? Hij toont genade. Wa meherbani karteen. Rahim. Wa ma arsalnaka fi halin min al-ahwali illa hala qawlika rahima lil alamin. Als we kijken naar de grammaticale opbouwing van deze ayah, de ontleding. Wat zien wij dan? Iemand die als rahmat gestuurd wordt, wat doet hij? Hij toont genade. Als hij wordt geroepen voor hulp, hij helpt. Als wij hem roepen voor bescherming, hij beschermt. Hij helpt ons. Hij beschermt ons. Hij is rahim. Hij doet meherbani. Dit is de betekenis van deze woord rahma. Want iemand die rahma is, betekent hij is rahim. Hij helpt. Hij doet meherbani. Allah heeft gestuurd. Hij is de verstuurder. En hoe wordt de verstuurder genoemd in het Arabisch? De mursil. Allah is de mursil. En Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is mursal. Hij is gestuurd. En wij zijn mursal ilayhi. Waarom vertel ik dit? Want dit gaat dadelijk terugkomen in mijn taqreer. Mursal ilayhi. Allama sa weet het, hij kent deze termen, deze begrippen. Wij zijn mursal ilayhi al-alamin, waar naartoe de profeet is gestuurd. Wordt genoemd, hoe wordt het genoemd? Mursal ilayhi. Mursal ilayhi. Wij zijn de mursal ilayhi. Waarom? Wij zijn in de al-alamin. Hoe kunnen wij de al-alamin begrijpen? Niet het universum. Dat is beperkt. Niet het heelal. Dat is beperkt. Je hebt universa. Meerdere universum heb je. Onder die universum heb je planeten. Onder die planeten heb je de planeet aarde. Ja toch? Planeet aarde. In die planeet aarde heb je een werelddeel die heet Europa. In die werelddeel Europa is er een deel die heet Nederland. In die Nederland is er een deel, is er een stad die heet Lelystad. En in die Lelystad heb je een plek, dat wordt de plek van Allah subhanahu wa ta'ala genoemd. Het huis van Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid al-Firdaus. Wij zijn hier aanwezig in Masjid al-Firdaus. Dat betekent, wij behoren ook tot de al-alamin. En Allah subhanahu wa ta'ala, hij is de verstuurder. Hij heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gestuurd naar ons. Volgens de ulama Nahu is er een wet. Van arsalnaka, het sturen. Wanneer iemand wordt gestuurd, het woord arsalnaka, als we in de uitleg daarvan kijken,
dan komen wij tegen dat Allah subhanahu wa ta'ala de profeet heeft gestuurd. Dat betekent Allah heeft de profeet. Allah had de profeet bij zich. De profeet was bij Allah. En toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala hem gestuurd naar ons toe. Dus dat betekent hij heeft de profeet was dicht bij hem. En hij heeft de profeet gestuurd naar iemand toe. Hij heeft de profeet gestuurd naar iemand toe. Hij heeft de profeet gestuurd naar wie? Naar de al-alamin. En er is een wet. Dichtbij noem je wilaya. Wij kennen de wilaya van de awliya kiram. Wat betekent wilaya? En de betekenis van wilaya is dichtbij. Dichtbij. We zeggen ook toch van we willen de wilaya van Allah subhanahu wa ta'ala verkrijgen. We willen de wilaya van Allah verkrijgen. Wat betekent dit? We willen de qurb. De dichtbijheid van Allah subhanahu wa ta'ala. De nabijheid van Allah verkrijgen. Dit is een betekenis van wilaya. En de profeet sallallahu alaihi wasallam is het dichtst bij Allah subhanahu wa ta'ala. Wij kennen die hadith toch? Allah subhanahu wa ta'ala heeft de profeet geschapen, de noer van de profeet. En waar heeft hij het gezet? Waar? Er was nog niks. Er was nog niks. De noer van de profeet is de eerste schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Waar heeft hij het gezet? Hij heeft het bij zich gehouden. Hij heeft het bij zich gehouden. Er is niemand dichter bij Allah dan onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. De profeet heeft onze profeet Allah heeft onze profeet gestuurd naar de wereld. En er is een wet hoe groter die wilaya is van een nabi, de groter de risala is in zijn profeetschap. En daarom wordt onze profeet sallallahu alaihi wasallam de leider der profeten genoemd. De leider der profeten. Dit zijn belangrijke termen die we moeten onthouden. Verder, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Iemand die rahma is, rahim, hij helpt ons. Is een vereiste. Wanneer wij hem roepen, hij helpt ons. Wanneer wij bescherming nodig hebben, hij beschermt ons. Maar er zijn een aantal vereisten voor. Er zijn een aantal vereisten om een rahim te kunnen zijn. Bijvoorbeeld, iemand is een dokter. Niet iedereen kan een dokter worden. Je hebt daar vereisten voor. Je moet zoveel jaren gestudeerd hebben. Je moet zulke vakken gedaan hebben. De examens moet je afgelegd hebben. Daarna heb je een stageperiode. Jullie kennen de voortgang. Er zijn vereisten voor alles op de wereld. Voor rahim, om een rahma te kunnen zijn voor de al-alamin. Dat heeft ook vereisten. Vereiste nummer 1. Wat is dat? Vereiste nummer 1. Vereiste nummer 1 is om een rahma te kunnen zijn, rahim te kunnen zijn, genadig te kunnen zijn. Dat is dat de rahim, de mursal, degene die gestuurd is als rahma, vereiste nummer 1 is dat hij ouder moet zijn, groter moet zijn, ouder moet zijn dan de mursal ilayhi. Dan waar hij naartoe wordt gestuurd. De profeet is gestuurd voor de al-alamin. Dat betekent hij moet ouder zijn dan de al-alamin. Je hebt mensen die zeggen de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is pas 1400 jaar geleden gekomen. Klopt dit? Nee. Waarom? Wij zeggen geloof jij niet in deze ayah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Als de profeet genade is voor de al-alamin. Bestaat de al-alamin dan pas 1400 jaar? Nee. De profeet is rahma voor een ieder. Voor de jinnat. Voor de engelen. Voor alle andere profeten. Voor alle scheppingen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan is dit een vereiste dat wij moeten geloven. Dat onze profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de eerste schepping is van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is de eerste schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Waarom? Als hij pas 1400 jaar geleden is gekomen. Wie was dan genadig voor de profeten? Wie was dan genadig voor de engelen? Wie was dan genadig voor alle andere scheppingen van Allah subhanahu wa ta'ala voor de komst van de profeet op deze wereld? Allah zegt, al-alamin. Rahmatul al-alamin. Dus sinds wanneer de al-alamin bestaat, dat betekent dat de profeet sallallahu alaihi wasallam voor de al-alamin is geschapen. Daarom is hij rahmatul al-alamin. En in suratul an'am, ayat nummer 162, 163, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين الله خيف ده أبضغ بروفيت زخ أنا أول المسلمين إك بن ده إيرست مسلم ده بروفيت زخ إك بن ده إيرست مسلم wij geloven erin dat alle andere profeten moslim zijn. Profeet Adam alayhi salam is moslim toch? Isa alayhi salam is ook moslim. Hij is geen christen. Hij is een moslim.
of niet? Wie er niet in gelooft, is zelf geen moslim. Wij geloven erin dat Isa alayhi salam moslim is. De profeet Mozes is ook moslim. En hun zijn op de wereld voor de profeet alayhi salam gekomen. Voor de komst van de profeet op de wereld. Ze zijn allemaal moslim. Maar wat zegt de profeet? Ik ben de eerste moslim. Geloven wij niet in dat alle engelen moslim zijn? Als het Jibra'il alayhi salam, is hij moslim? Is hij een moslim? Hij is een moslim, ik hoor geen antwoorden. Is hij een moslim? Ja. Hij is een moslim. Hazrat Jibra'il is ook een moslim. Er is een hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Aan Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an qal. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Jibril. De profeet sallallahu alayhi wa sallam vroeg een keer aan Hazrat Jibra'il alayhi wa sallam. Kam amarta min as-sinin ya Jibra'il? Oh Jibra'il, hoe oud ben jij? Hoe oud ben jij? Vertel eens. Je hebt alles meegemaakt. Je hebt alle profeten meegemaakt. Hoe oud ben jij? Hazrat Jibra'il antwoordt. Wallahi la adri. Bij Allah, ik weet het niet. Ik zweer op Allah, ik weet het niet. غير أن كوكبا في الحجاب الرابع يظهر في كل 70,000 سنة مرة رأيت 72,000 مرة فقال عليه الصلاة والسلام يا جبرائيل وعزتي ربي أنا ذلك الكوكب أنا ذلك الكوكب هذا جبرائيل السلام زخ ik weet het niet bij Allah ik weet het niet maar één ding weet ik wel ya Rasulullah één ding weet ik toen Allah mij heeft geschapen هذا جبرائيل زخ toen Allah mij heeft geschapen toen zag ik een ster Achter de hijab en rabi, ik zag een ster. Ik zag iets glimmen. Ik zag een noer, ik zag een licht. En die noer glimde. Hij glinsterde. En hij verdween weer. Na 70.000 jaar kwam die ster weer tevoorschijn. En hij glimde weer. Hij glinsterde weer. Hij liet zijn lichtstralen zien. Hij verspreidde zijn lichtstralen. En hij verdween weer. Na elk 70.000 jaar kwam die licht tevoorschijn. Hazrat Jibra'il zegt, ik heb die licht, ik heb die noer, ik heb die ster heb ik 72.000 keren gezien. Breken maar de leeftijd van Hazrat Jibra'il alayhi salam. 70.000 maal, 72.000 keer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt in een andere overlevering, in een hadith, gaat deze hadith verder. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt tegen Hazrat Jibra'il, oh Jibra'il, wanneer jij die licht weer ziet, die ster, ga jij het kunnen herkennen? Hazrat Jibra'il zegt, ja Rasulallah, ik ga het direct kunnen herkennen. Zoiets moois heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Ik ga het direct kunnen herkennen. Op hetzelfde moment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haalt zijn pagri, zijn tulband van zijn hoofd weg. En de Maathai Mubarak, de Peshani, de voorhoofd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die licht, die ster begint te glimmen op het voorhoofd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En Rasulullah zegt, wa izzati rabbi, ja Jibra'il, oh Jibra'il, ik zweer op de eer van mijn God. Ik ben die ster, ik ben die noer. Ja, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Zindabad. Rasulullah, ik ben die ster. Die ster die je zag is Nuri Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam voor Jibra'il is geschapen. Want de profeet zegt, ik ben die ster, ik ben die noer. Eerste vereiste. Compleet met bewijzen. Onze profeet is awwalul khalq, de eerste schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Als iemand zegt van nee, de profeet is pas 1400 jaar geleden gekomen, dat betekent jij gelooft niet in deze ayah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. En de ontkenning van een ayat van de Koran is kufr. Ontkenning van een ayat van de Koran is kufr. Dus verplicht om hierin te geloven. Tweede vereiste. Eerste vereiste, awwalul khalq. Hij is de eerste schepping. Tweede vereiste. De profeet is gestuurd naar de Al-Alamin. Wij zijn in de Al-Alamin en wij leven. Tweede vereiste is, zolang de Al-Alamin leeft, is het noodzakelijk dat de Mursal, degene die gestuurd is voor de Mursal Ilay, nog in leven is. Tweede vereiste is dat de Rahim, degene die genade is, in leven moet zijn totdat de Al-Alamin in leven is. Je hebt mensen die zeggen, de profeet Ma'azallah is overleden. Hij leeft niet meer. De profeet leeft niet meer. Je hebt zulke mensen. Wat zeggen wij dan? Geloof jij niet in wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Geloof jij niet daarin? Geloof jij niet in wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? De profeet is genadig voor al-alamin. Jij bent in de al-alamin. Jij leeft nog. Jij leeft nog. Hoe kan de rahim dan niet leven? De al-alamin bestaat nog. Leef nog. Dat betekent dat de rahim een vereist is. Dat de rahim in leven moet zijn. Totdat de al-alamin in leven is.
And that is bewezen uit de hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt: "Inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya', fa nabiyullah hayyun yurzaq." Sunan Abu Dawud, Sunan Nisa'i, Sunan Ibn Majah. Hazrat Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu overleefde deze hadith mubarakah. Rasulullah zegt over de andere profeten. Over de andere profeten zegt Rasulullah: "Allah heeft haram gemaakt, verboden voor de aarde om de lichamen van de profeten op te eten." Om te beschadigen. Wij weten als we worden begraven, wordt wat gedaan met ons lichaam? Die mengt met de aarde. Het is haram voor de aarde om de lichamen van de profeten te beschadigen. Wat zegt hij? Van Nabiyullahi hayyun yurzaq. De profeten leven en ze worden voorzien van rizq in hun graven. Als alle andere profeten leven, leeft de profeet der profeten dan niet? Leeft de leider der profeten dan niet? Het is een vereiste, tweede vereiste, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam nog in leven is. En wij zeggen hij is nog in leven. Wij zeggen dat. Als iemand zegt nee hij leeft niet meer, dat betekent jouw hart is vuil. Taskia moet jij doen. Je moet je hart reinigen. Jouw hart is vuil. De spirituele oog van je hart is gesloten. En wanneer je die taskia doet en je hart weer reinigt, je hart weer schoon wordt gemaakt, weer zuiverd. Dan pas zal die oog open gaan en zal je zeggen wat imam Ahmad Raza heeft gezegd. Tu zindahe wallah. Tu zindahe wallah. Mere chashmi alam se chup jane wali. Dan pas zal je dit zeggen. Maar vereiste is, maak je hart schoon. Maak je hart schoon. Kom naar de bijeenkomsten van Eid Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Leer over de profeet sallallahu alaihi wasallam. Leer deze ayah. Wa ma arsalnaka illa rahmatil alameen. Inshallah je zal in alles geloven. Dat was vereiste nummer 2. Wat was de eerste? Ik heb een manier van lezing geven. Als ik een lezing ergens geef, dan doe ik dat interactief. Ik vraag aan de mensen in het publiek van wat heb ik gezegd? Zo weet ik van, ze zijn niet alleen gekomen om te horen, maar ook om te leren. Wat was vereiste nummer 1? Dat de profeet sallallahu alaihi wasallam ouder is dan de al-alamin. Vereiste nummer 2? Dat de profeet sallallahu alaihi wasallam in leven is. Vereiste nummer 3? Om iemand, om een rahim te kunnen zijn. Om rahim te kunnen zijn. Bijvoorbeeld. We hebben bij Asif hier. Zijn naam is een paar keer genoemd, daarom komt zijn naam in mijn hoofd. We hebben bij Asif hier. Bij Asif, ik zeg tegen bij Asif. O Asif, help mij. Jij bent ouder dan mij. Alles dat maar 6 maanden. Jij bent ouder dan mij. Jij bent ouder dan mij. Dus dat betekent, jij was voor mij op de wereld. En jij leeft nog. Help mij. Maar ik heb hem gebeld uit Rotterdam. Asif gaat zeggen, ik wil je helpen. Maar hoe ga ik je helpen? Ik ben ver. Ik ben in Lelystad, jij bent in Rotterdam. Ik wil je graag helpen. Maar ik kan je niet helpen. Wat is vereiste nummer 3? Hazir. Hazir. Een rahim moet aanwezig zijn om te kunnen helpen. Een rahim moet aanwezig zijn. En hoe noem je aanwezig? Hazir. Je hoort mensen zeggen, de profeet is niet hazir. Als je in deze ayat gelooft, dan moet je geloven in dat de profeet sallam aanwezig is. En dit is bewezen uit de Koran. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala in surat al-Ahzab? An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, onze profeet, Allah zegt, is dichter bij de gelovigen dan hun eigen leven. De profeet is dicht bij ons. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Derde vereiste is dat de profeet hazir moet zijn. Vierde vereiste. Als hij hazir moet zijn. Bijvoorbeeld Asif komt naar Rotterdam. Hij rijdt, kom je helpen. En hij komt naar Rotterdam. En ik zit in een andere kamer en hij in een andere kamer. Gaat hij mij kunnen helpen? Hij zit in een andere ruimte. Er is een muur tussen ons. Hij kan niet bij mij aanwezig zijn. Hij is daar, maar hij zit in een andere ruimte. Gaat hij mij kunnen helpen? Hij gaat me niet kunnen helpen. Hij moet niet alleen hazir zijn, de rahim moet ook nazir zijn. De rahim moet ook nazir zijn. Hij moet naar jou kunnen kijken om jou te helpen. En Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith mubaraka, in Mu'jam al-Kabir li Tabrani, Imam Tabrani heeft in zijn Mu'jam geschreven, Inna Allah ta'ala qad rafa ilayhi dunya. فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم zegt, Allah subhanahu wa ta'ala heeft de wereld voor mij opgeheven. Allah heeft de wereld voor mij opgeheven. Dit is verleden tijd. Het werkwoord Rafa is verleden tijd, vele maanden. Wat zegt Rasulullah صلى الله عليه وسلم?
فانا انظر اليها ان ik kijk ernaar. Hij heeft niet gezegd van ik heb gekeken. Ik heb gekeken. Toen Allah het heeft opgegeven, heb ik gekeken. Nee, Rasulullah zegt ik kijk ernaar. فانا انظر اليها. Dat is fi'l muzari, tegenwoordige tijd en toekomende tijd. Ik kijk ernaar en ik zal blijven kijken tot de dag des oordeels. معجم الكبير لتبراني امام طبراني رحمه الله تعالى عليه البروفيت قال ik kijk en ik zal blijven kijken tot de dag des oordeels wat er zal gebeuren alsof ik kijk in mijn handpalmen. Subhanallah. Vierde vereiste, hij moet nazir zijn. Vijfde vereiste, iemand is ouder, hij is aanwezig, hij leeft, hij is aanwezig, hij kijkt ook, maar hij heeft geen kennis. Hij weet niet wat er aan de hand is. Hij weet niet wat er in je hart zit. Hij weet niet met wat voor problemen je zit. Kan die je dan helpen? Kan hij een rahim zijn? Nee. Vijfde vereiste is dat de rahim ilm ghaib moet hebben. Het kennis van het ongeziene. Het kennis van het ongeziene. Dat is de vijfde vereiste. En in surat Al-Imran zegt Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala geeft niet zomaar het kennis van ilm ghaib aan iemand. Maar hij geeft de ilme ghaib, de kennis van het ongeziene, aan zijn profeten, aan wie hij wil. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-jin. Alim ghaib Allah, hij, Allah, de kenner van het ongeziene, de bezitter van de ilme ghaib, Allah subhanahu wa ta'ala, hij geeft niet zomaar. Hij geeft niet zomaar de kennis weg. Zomaar aan iemand, van hier heb je de ilme ghaib. Nee, hij geeft de kennis van ilme ghaib, kennis van het ongeziene, aan degene met wie hij tevreden is. En Allah subhanahu wa ta'ala is tevreden met Rasulullah. In surat Al-Imran, wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Rasulullah keek naar de hemelen. Jullie kennen het verhaal toch van de Qibla? Kennen jullie het verhaal? Van de Qibla? Vroeger was de Qibla Baitul Muqaddas. Ja toch? Haha. En Rasulullah keek naar de hemelen. Van, oh Allah, hij had de wens dat de Qibla Kaaba zou worden. En hij keek. Hij was in namaz en hij keek naar de hemelen. Allah zegt, قَدْ نَرَا, o profeet, ik zie u kijken. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجِكَ فِي السَّمَاءِ. U richt uw gezicht naar de hemelen toe. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Rasulullah, o Rasulullah, richt uw gezicht naar de Qibla waar u wilt. En dat zal de Qibla worden. قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Naar de Qibla waar u tevreden mee bent. En dan is een hadith mubaraka. Hazrat Jibra'il alayhi salatu wasalam komt bij de profeet. En de profeet is aan het huilen. Allahu Akbar. De profeet is aan het huilen. Hazrat Jibra'il komt en zegt, oh Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala vraagt, lima tabki ya Rasulullah? Lima tabki ya Rasulullah? O profeet, waarom huilt u? O profeet, waarom huilt u? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt in één adem, ummati, 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 ummati. Mijn umma, mijn umma, mijn umma, mijn umma, mijn umma. De profeet denkt aan zijn umma en is aan het huilen. Mijn ummati zal geen namaz lezen. Mijn ummati zal niet meer lopen op de islam. Naam zal moslim zijn, maar de daden zullen niet van een moslim zijn. Mijn ummati zal Christmas vieren. Mijn ummati zal dit doen. Mijn ummati zal stelen. Mijn ummati zal ruzie maken. Mijn ummati zal de eenheid verstoren. Mijn ummati. Hij denkt aan mijn ummati. Hij denkt aan zijn ummati. Van wat mijn ummati zal doen in de toekomst. En hij is aan het huilen. Hoe vaak denken wij aan de profeet? Hoe vaak denken wij aan de profeet? Onze profeet zegt, mijn ummati, ik denk aan mijn umma. Ik denk aan mijn umma. Ik denk aan mijn umma. Wat zal er met mijn umma gebeuren? Hazrat Jibra'il gaat terug naar Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt, de profeet zegt, ummati, ummati, hij denkt aan zijn umma. Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen Jibra'il, ga terug en geef mij boodschap. Jibra'il komt en zegt, Rasulullah, stop met huilen. Allah zegt, hij gaat u tevreden maken. Hij gaat u tevreden maken. Ik zal u zoveel geven, zoveel geven, dat u tevreden zult zijn. Dus de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, Allah is tevreden met de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. En ilme ghaib wordt gegeven met wie Allah tevreden is. Vijfde vereiste. Dit was de vijfde, toch? Vijfde vereiste is compleet. Er is een zesde en een zevende vereiste. Maar ik zal stoppen.
فعثمان زيد خنوخ ساز ده فايف ده فايف ده فرقايست بس علم غايب ساز ده فرقايست اس هيموت اختيارات هبن هيموت ده بمخت هبن ده كرخت هبن ام تكوني هلبن اك زخ باي فبيل حضرت علامة صاحب اك هب اوخ بين او بنت خروط ده مي او ليفت او زيت مي اك بان عنويزغ باي او ان U weet nu, ik heb u verteld van, ik heb oogpijn, mijn ogen doen pijn. Wat gaat hij zeggen? Ben ik een dokter? Ben ik een dokter? Heb ik oogdruppels bij me om jou te geven? Ken ik niet. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam is rahim voor de al-alamin. Dat betekent wie hem roept. Voor wat? Rasulullah moet in staat zijn om te kunnen helpen. Hij moet in staat zijn om te kunnen helpen. Daarom zegt Ala Hazrat. أصالة كل إمامة كل سيادة كل حكومة كل ولاية كل خدا کی یہاں تمہارے لئے زمین و زما تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے چنین و چنا تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے دارم زخت امام علی حضرت دت وباسس وارفن وباسس هيرفن وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين دت وصف رئيس نمر زس اند لاتست اك زخت اخ آصف آصف هلب مي أعطيني لحمة الدجاجة يا آصف أعطيني لحمة الدجاجة أنا هاي بخريت ما ينيت What will this person أنا هاي bring for me een glas water Ik zeg tegen hem Bring for me kippenvlees Ik heb honger En hij brengt voor mij water Gaat hij me kunnen helpen? Hij gaat mij niet kunnen helpen Waarom hij verstaat de taal niet? Mensen zeggen de profeet sallallahu alaihi wasallam kent alleen Arabisch كانت علينا عرابيس وزخ باي خلوفي أنت ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين البروفيت صلى الله عليه وسلم اس رحمة راحم خنادخ فور العالمين دات بتيجة هاي الله تعالى نزد إذا فرأيست سورة الجن سورة الجن وات اسم سورة الجن دخين دي فرطالين كنن هتخاط أوفر دي جنات دي بايد البروفيت صلى الله عليه وسلم كوامن 1200 جنات نامن لس بايد البروفيت صلى الله عليه وسلم عرف اين فرحال En dit zal mijn laatste verhaal zijn. Imam Suyuti alayhi rahma zegt in Khasa'is al-Kubra, in zijn boek Khasa'is al-Kubra, laatste verhaal van een djinn. Maar dit zal ik afsluiten van nu. Djinn, Hazrat, even kijken. Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala, en Farooq Azam radiyallahu ta'ala, overleverd van, we zaten bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En er kwam een oud persoon met een stok. Lopen naar de profeet toe, een oud persoon. Hij kwam bij de profeet sallallahu alaihi wasallam. En hij zei te, en hij begon met de profeet te praten in een taal die wij niet kenden. Hij praatte in een taal die wij niet kenden. Toen hij weer weg was, toen vroegen wij aan de profeet, ja Rasulullah, wat was dat? Een andere taal? Welke taal hebben jullie gesproken? Wie was die persoon? Wat is er gebeurd? Rasulullah antwoordt, van dat was Haam. Dat was Haam. Wie is Haam? Wie is Haam? Wie kent Haam? Haam. Kone Haam. Iblis ke pota. Subhanallah. Haam is de achterkleinzoon van Iblis, Shaitan. Hij kwam met de profeet en hij zei, O profeet, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. En wat zei hij? De profeet zegt, wie ben jij? Hij zegt, ik ben Haam. De profeet vroeg aan hem, van... Uit welke stam behoor jij? De profeet weet dat er ook jinnaat stammen hebben. Mensen zeggen de profeet heeft geen kennis van ilm en ghaib. De profeet weet welke jinnaat, welke stammen, tot welke stammen zij behoren. Hij zegt, ik ben de achterkleinzoon van Iblis, van Shaitaan. De profeet zegt, vertel je stambo. Hij zegt, Anaham, bin Him, bin Laqis, bin Iblis. Ik ben Ham, zoon van Him. En die is zoon van Laqif en dat is weer de zoon van Iblis. Ja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt, vertel, wat heb je allemaal meegemaakt? Sinds wanneer ben jij er? En hij zegt, ja Rasulullah, toen Habil werd vermoord door Qabil, toen was ik er. Ik was een klein kind, ik heb het meegemaakt. Toen Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam is gekomen, heb ik iman op Hazrat Ibrahim gezet. Ik heb bij hem de kalima gelezen. Toen Hazrat Musa alayhi salam is gekomen, heb ik weer de kalima van Musa alayhi salam gelezen. En ik heb bij hem de Tawreed geleerd. En toen Hazrat Isa alayhi salam is gekomen, heb ik de kalima van Hazrat Isa gelezen. En heb ik bij hem de Injil geleerd. Hij was een moslim.
En hij zei, Hazrat Isa alayhi salam heeft mij één ding verteld. Van dat na mij, Hazrat Isa heeft gezegd, na mij zal er de laatste profeet komen. En jij zal leven. Jij zal die tijd meemaken. Wat wordt bewezen hier? Hazrat Isa had kennis van ilm ghaib. Mensen zeggen, profeet heeft geen kennis. De leider der profeten heeft geen kennis. Hier wordt bewezen dat Isa had kennis van de ilm ghaib. Dat betekent, onze profeet heeft ook kennis van de ilm ghaib. En jij zal die tijd meemaken. Onze profeet sallallahu alaihi wasallam begint te huilen. Tranen vloeien uit de ogen. En hij zegt, oh Ham, salam op jou en salam op mijn broer Isa alayhi salam. Wat wordt bewezen? In welke taal spraken zij? In de taal van de jinnat. De taal van de jinnat. Het maakt niet uit in welke taal je de profeet roept. De profeet sallallahu alaihi wasallam hoort ons. De profeet sallallahu alaihi wasallam helpt ons en beschermt ons. Maar wat is de vereiste? Geloven in hem. Geloven, niet alleen met de mond. Van ja, ik geloof in hem. Ook met je hart.